Bij de Olympische Winterspelen in Vancouver liggen de medaillekansen voor Nederland niet alleen bij het schaatsen. Ook de tweemans bobslee gaat voor een medaille, dankzij hulp uit Eindhoven. Chef de mission Henk Gemser test alvast de bobslee waarmee Nederland gaat meedoen aan de Olympische Spelen. De eerste bobslee die in Nederland is ontwikkeld en gebouwd. Ontwerpbureau Modesi uit Eindhoven speelde een grote rol in het project. In eerste instantie zijn we begonnen met een huidige slee van het Nederlands team. Om die in te scannen, om daar een model van te maken in 3D CAD. Hierna zijn we met onder andere de TU van Delft zijn we aerodynamica onderzoek gaan doen. In de windtunnel zijn we onderzoeken gaan doen met de schaalmodelletjes die ook hierachter staan. Het project wordt geleid door Sports and Technology uit Eindhoven. En daar zijn ze in ieder geval vol vertrouwen. In het verleden was het nog zo, stapte men uit de bob en had men misschien een perfecte race gereden. Maar had men zoiets van, ja maar we gingen niet hard genoeg. Hij deed niet wat we wilden. En dat is nu gewoon verleden tijd. Het Nederlandse bobsleeën is bezig aan een opmars. En dat kan een resultaat opleveren tijdens de winterspelen. Teamcoach Henk Gemser is als schaatscoach gewend om Olympische medailles te halen. Dus Nederland heeft niet alleen meer het schaatsen nodig om medailles te kunnen halen op een winterspelen. Je zult mij als eerste zien juichen en een rondedans zien maken als uit een andere discipline. En ik denk dan aan dus bobslee en snowboarden en shorttrack, want in die zin ben ik dan toch op een gegeven moment dus inderdaad daar wat gelijk in. Als die medaille halen, want dat zou Nederland toch wat breder maken in wintersporten zoals we dat nu al een groot aantal jaren dus doen. En dat moet herkenbaar zijn.